Nou, we zitten hier in Overleek. Het is bijna 4 mei en we zijn hier bij de familie De Boer tegenover het monument van een gevallen Engelse vliegenier. De heren naast mij, dat zijn broers. Hè? En uw vader heeft deze vliegenier gevonden. Mijn vader heeft hem gevonden? Ja, ik zal je even voorstellen, want mensen kennen u natuurlijk misschien niet. Ik ben Kok De Boer en ik ben geboren en getogen Overleker op nummer 12. Ja, en u? Ik ben de oudste van de familie. Ik ben van 32, dus ik was 9 jaar oud toen mijn vader de piloot vond. Ja. En toen heeft hij mij uit bed vandaan gehaald en, om 5 uur, 6:30. En toen ben ik hem bezig kijken. En dat heeft me een hoop indruk gemaakt dat je 9 bent en je ziet voor het eerst iemand die dood is. Ja, ik kan me voorstellen, ja. En heeft u enig idee hoe dat nou is gebeurd? Nou, wat ik later gehoord heb. Dat vliegtuig is 800 meter verder. Die hebt waarschijnlijk te laag gevlogen. En is de parachute niet open gegaan. Nee. En is hij te pletter gevallen op het land, hier vlak voor de deur. Ja. En u heeft dan van uw vader dat verhaal verder gehoord, hoe dat nou later is gegaan? Of kunt u dat zelf ook nog heel goed herinneren, wat er nou met die vliegenier is gebeurd? Ja, die vliegenier die is dus door de NSB en door de Duitsers hier naar de weg gebracht. Een paar honderd meter. En is bij de buren is hij nog in de boerderij terechtgekomen. En daar vandaan. Toen is er nog, waren er nog ook 2 overlevenden. Die zijn nog komen kijken naar hun de commandant die doodgevallen was. Dus en dat was heel hectisch natuurlijk. En daar ben ik niet bij geweest hoor. En later is hij met keurig begraven op de Oosterbegraafplaats in 1941. Ja. Want wie heeft hem dan begraven? Dat hebben de Duitsers nog gedaan. De Duitsers zelf gedaan, ja. Ja. Oké, okay. En die andere. Met bloemen zelfs. En een vlag? Nou, in het begin van de oorlog is dit. En toen waren de Duitsers vriendelijk. Ja. Dan werden ze nog begraven in de Oosterbegraafplaats met de Engelse vlag op de kist. Ja. Want hier hebben ook fotootjes van, denk ik. Ja. Maar dat zijn 3 kisten, toch? Ja, misschien staan er wel 5 of 6 hoor. Dat is natuurlijk het was oorlog toen. En dus ja, dat vielen er meer dan wij denken, hoor. Ja, ja. Ja, want de aanname is dat ze zijn neergeschoten door de Duitsers. Hè, want in de Schellingwoude stond die vliegafweer. In Schellingwoude stond de afweer geschud, ja. Die schoten dan op het vliegtuig te raken, ja. Ja. En 's nachts met die zoeklichten allemaal, die stonden hier ook boven de boerderij. En de brokken granaat die viel op het dak en door de bomen heen, kon je gewoon horen, door de bladeren, rits. Ja. En dan zei mijn vader, kom binnen. Ja. Oh ja, dat was met mijn broer altijd buiten, een beetje sensatie. Ja. Want de ernst zagen we er niet van in, nee. Op die leeftijd. Nee. Dus ja. Okay. En er zijn nog meer vliegtuigen hier in de buurt neergestort, hè? Een Lancaster, hierachter, aan het Allesduitje. Daar zaten ze met z'n 7 in, als ik het goed heb. En dat was op het eind van de oorlog. En er is er nog eentje in de Monnikmeer gevallen, maar dat jaartal weet ik niet. Hoeveel mensen daar overleden waren, dat weet ik niet. Nee, okay. Ik weet wel, die 7 mensen die in dat toestel zaten, aan het Allesduitje, hebben ze een hele tijd laten liggen, de Duitsers. Want ze wisten natuurlijk dat de oorlog verloren was. En er werd ook bewaakt, want ik ging eens een keer met mijn grootvader naartoe lopen, want dat deden we eens meer met die jongens en kroon. En dan liep er ook een wacht, die liep ook te scharrelen tussen die brokstukken in. Dat was dan een Duitser? Die was een bewaker. Ja. En die ziet ons aankomen. En daar rent naar zijn geweer toe. En opa was hartstikke doop, oude opa De Boer. En de kogels vlogen langs ons kop, zeg. En opa die lachte, want die hoorde het wel dat er geschoten werd. Nou, toen waren we weer terug. Ome Jan was er ook bij. Dus, maar hoe kwam dat nou? Toen kwam een Duitse auto van Monnikendam van de Kloosterdijk vandaan. Ja. Okay. En dus die mof die moest even laten zien dat hij de baas was. Ja. Want anders deed het niet, want ik was er al meer geweest. Met die jongens van Kroon ook. En dan ging u kijken? Ja, en kogels en rotzooi. Er lag allerlei troep. En dat was ook voor ons wel interessant als jongen. Ja. Wat meegenomen ook. Ja, die hele ritse kogels hadden we. Ja. Mijn vader was er niet zo blij mee, maar we zetten hem mee te klieren in de schuur met de hamer. Ja. En als mijn vader het zag, dan gooit hij het in de eersloot. Oh, dan was het gauw verroest. Ja. Maar heeft niks anders mee kunnen nemen, een petje of zo? Nee, ik weet wel niet. Piet Kroon had toch eens een horloge van een piloot. Ja, en dat heeft hij aan de politiebureau afgegeven. Had hij nooit moeten doen. Had moeten zeggen, ik heb een horloge. Want dat is ook daar verdwenen toen ook. Hij heeft het ook nooit terug gehad. Nee, zo ging dat natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
Ja. En we hadden het net al even over het monument in Monnikendam. Want de propeller daarvan die is van het vliegtuig wat hier ook is neergestort. Ja, dat op de Monnikmeer gevallen is, op het dekje, op het Monnikmeer. Ja. Heeft u dat ook zien liggen toen? Ja, dat heb ik ook wel gezien. Maar niet diezelfde dagen hoor, maar daarna, ja, wij moesten naar school toe en zo. Nou ja, dan zag je de brokstukken die er. Want de school ging wel gewoon door? Bepaalde tijden wel, en dan weer bepaalde tijden was dicht. Want dan zaten er Duitse soldaten in die christelijke school aan de Binnendijk. Ja, want u zat in de meeste Oosterveldschool. Ja. Heette die toen ook zo? Ja. Okay. Ja, nee, want daar hadden we het net over. Daar zaten ook Duitsers dan in. Maar niet alle dagen, dus want u kon ook gewoon naar school. Ze konden zo goed zingen, vond ik. Liepen ze te marcheren door de Monnikendam. En zingen was een dag, dat viel me wel op die leeftijd. Ja, precies. En heeft ook nog de meeste Oosterveldschool gezeten? Ik heb na de oorlog ben ik geboren. En ik heb ook lang genoeg gezeten. Ja, precies. Binnen dijk. En we hadden het net ook over dat na de oorlog zijn ook diverse familieleden hier nog geweest. Kunt u daar nog iets over zeggen? De familie... mijn familie Kater, die is over geweest 4 jaar geleden. Maar toen was het 70 jaar na de oorlog, zeker. Ja. En toen is een broer van hem overgeweest. Een broer van die Kater, die het overleefd heeft, is een broer. Die man was overleden in Engeland. Ja. Toen is zijn broer over geweest met zijn vrouw en een dochter met een zoon. Okay. En die hebben toen via de Noord-Hollandse krant hebben ze een rondje in Amsterdam gedaan. En eentje, een verslaggever van de krant, hebben toen rond. Okay. Hier was je man toch 80 jaar en lag hier een bloemetje neer hier bij dat kruis. Ja. Kijk maar. Ja, precies. Ja, ik zal het even ophouden. Ik weet niet of je het kan zien op de camera. Oké. Nou, we hebben hier allemaal nog foto's. Want het verhaal achter deze foto's is ook nog wel leuk, hè? Want hoe bent u aan die foto's gekomen? Kok, dan moet jij maar even vertellen. Oh. Nou, die foto's, die ben in de oorlog is het rolletje gestolen van een van de Duitsers. Want die fotografeerde alles. En dat rolletje is na de oorlog in de handen gekomen van de mensen in Waterland. En die hebben de verschillende series uitgebracht. Dat de mensen konden die foto's bestellen. En deze foto's, je bent door Boonstoppel uit Overleek, die heeft ze erop geschreven wat het inhoudt. Ja, staat heel precies achterop met een keurig handschrift wat het allemaal betekent. Wat voor mensen er op de foto staan en wat de situatie is op de foto's. Ja. En dat was een foto van die Duitse officier die daar in Schellingwouw gelegerd lag. Ja, oké. Okay. Dus ik denk dat ik 9 jaar was dat ik de eerste dode zag met zo'n jonge vent met een klein zwart snorretje. Ja, was wel indrukwekkend. Dat heeft een hoop indruk gemaakt. Okay. Ja, nee, inderdaad. Het lijkt me inderdaad heel indrukwekkend en vervelend om dat mee te maken. Ja. En want hoe heeft u verder de oorlog ervaren hier? Dat zei ik net al. Het is voor mijn broer en zo, die was 1,5 jaar jonger. Maar het was voor ons een beetje sensatie. Want iedere nacht die bommenwerpers en parachuten die naar beneden kwamen, de benzinetanks die ze afstoten, al die plafetten die ze dan in het land kon je vinden. Ja, het was één brok sensatie voor ons. Een beetje echt, niet gehad. Nee, een beetje jongenspel eigenlijk al. Ja. Maar heeft ook geen honger gehad? Nee. De ernst van de oorlog, dat vatten wij toen niet nog. Nee. Waren we te jong voor. Ja, maar uw vader wel? Kan u zich dat herinneren? Ja, mijn vader wel, ja. Die had er wat meer mee te maken. En die heeft toch een onderduiker ook nog gehad? Een onderduiker gehad natuurlijk, die moest werkgesteld worden in Duitsland. En, uit Monnikendam? Uit Amsterdam vandaan, de Kelverstraat, ja. Oh, oké. Okay. Ik vertel het wel eens aan mijn kleinkinderen, kinderen en kleinkinderen, hoe dat vroeger was. En wat gebeurt er, die onderduiker, die komt hier over de boerderij onder te duiken, want die moest te werk gesteld worden. En die werd verliefd op de huishoudster van mijn moeder ook. Oh, God, ja. Want dan komt het, hè. Ja. Dat kon niet onder één dak. Nee. En de onderduiker die moest toen naar Joost Plinter in Katwoude. Oh. En daar heb hij de oorlog uit gediend. Oh. Als ik het aan mijn kinderen vertel, ze nee pa, dat bestaat niet, of opa. Ja, ja, dat waren andere tijden. Ja. Verliefd zijn en niet onder één dak mogen slapen. Nee. Is het later nog goed gekomen, weet u dat? Ja, ze zijn getrouwd, hebben kinderen gehad. Hè? Oh ja. Wat een liefde, heeft wel stand gehouden. We hebben nog wel, mijn vrouw komt ook uit Amsterdam, hebben we wel eens opgepast als in de kinderen zaten. De onderduiker met de dienstmeid. Want de dienstmeid was een volle nicht van mijn moeder, hoor. Oké. En ze leeft nog, die is iets tegen de 90, woont in Zwolle. Ja,
Oké. Nou, dat is een mooi verhaal inderdaad. Ja. Ja. Oh. Nou, en ik zit even te kijken. Want ja, de herdenkingen die vinden straks weer plaats, hè, op 4 mei. Ja. En gaat u dan ook naar Monnikendam? Nee, dat doen we hier in Overleek. Ja. Overleek, de Hipzage doodherdenking. En dan wordt de voorzitter doet meestal het woordje. Wie is dat, sorry? De voorzitter van de buurtvereniging. Oh. Die doet meestal een woordje. Ja, wie is dat? Frans Liebrechts, dat is de voorzitter. En de last post wordt gespeeld. Dus eentje uit de Ransaan dat heel bedankt doet dat, de trompet. Okay. Ja. En vorig jaar hadden we voor het eerst een spreker van de gemeente Monnikendam. En nu schijnt Simon van Beek te komen. Okay. Even een woordje doen. Ja. En dat dus ook gewoon allemaal om 8 uur? Allemaal klokslag 8 uur, ja. Ja. Okay. Ja, je moet echt wel een keuze maken in Waterland, ja, waar je heen gaat. Daar komt Mary met... Dat is de foto van de familie die overgeweest is. Die boonstoppel staat erop. En mijn broer Ari. En de zuster van de... Ja, ik weet dat niet. Familie van... Dit is op de Oosterbegraafplaats. Ja. Ja, van Maxvie, die hier gevallen is. Ja. Ja. Daar is familie toen overgekomen. Ja. Ja, en ik hoorde ook de voornaam van deze Maxvie. Weet u dat? Nee, Kok, hoe was de voornaam van Maxvie? Nou, ik hoorde gisteren van, Willem-Alexander heet hij, hè? Ja, oh, ja? Ja, ja, W.A. Nou, staat er op het kruis ook, W.A. Ja. Nou, dat is maar nooit doorgedrongen. Nee, oh, ja, nee, dat is... Ja. Merkwaardig. Zou Beatrix het geweten hebben? Nee, ik denk het ook niet. Oké, okay. Nou, ik denk dat we even naar buiten gaan, naar het kruis, om even te kijken. Het monument, ja. Ja, hoe het... En de plek even te laten zien, ja, waar die gevallen was. Ja. Gaat u mee? Loop jij maar wat strootje door, was wat. Ja, ja. Nou, we zijn dus nu aangekomen hier, hè? Maar hij lag natuurlijk niet in het water, hè? Hij lag iets een paar honderd meter daar in het land. Okay, en mijn vader loopt dus hier door het land heen, ja, om naar de Jol te gaan. Want hij moest aan de overkant, mijn vader had allemaal vaarland. Ja. Dus tegenwoordig is dat anders, met de ruilverkavel in geworden. Ja. Maar mijn vader had allemaal vaarland. En hij moet met de Jol over, dus hij loopt hier door het land. En toen dacht hij in eerste instantie, hey, zal ze weer een schaap geslacht hebben? Dus hij loopt er naartoe. En toen was het de parachute, ja, die... open lag. Die was wel eruit gegaan, maar dat was niet open gegaan. Waarschijnlijk heb hij te laag gezeten al. Ja. Want de vliegtuig is 800 meter verder, is hij neergeklapt. Ja, ja, ja. En die andere twee die overleven waren, die zijn in Durgedam en uit Dam terechtgekomen. Die zijn gewoon met een parachute naar beneden gekomen. Ja, ja. En die ene is ook wezen kijken, je afscheid te nemen van zijn kameraad die overleden, ja, was, die, ja, doodgevallen was. Ja. Dus hij dacht van een schaap, want dat werd wel vaker gedaan, dan, ja, dat schapen werden... Ja, het werd als een schaap geslacht, stiekem, ja, s'nachts. Dus ja, dat was ook niet dat, het was het begin van de oorlog. Later, ja, werd het nog beroerder natuurlijk, ja, maar dat gebeurde wel eens. En in eerste instantie dacht mijn vader dat was die parachute die open lag. Ja, ja, ja. En toen is hij dus de volgende dag is hij dan op een ladder van het land, ja, gehaald? Ja, ja, en toen is hij bij de buren daar naar binnen gebracht inderdaad, hè? Ja, bij Kroon. Ja, want dat zagen we net ook op die foto's, hè? Ja, dus, ja. Dus iemand heeft daar die foto's van gemaakt? Ja, ja. Maar die Duitse commandant. Dikke, ja. Dus dan kon je mooi zien dat dat op die manier... Ja. En waarom is dan het gedenkteken in het water? Nou, daar, weet u dat? Ja, dat weet ik. Want kijk, op het land dan lopen de koeien en de schapen. En ja, dan wordt er vertrapt. Dus en hier heeft niemand er last van. Je kan ook de mensen staan met een bloemetje leggen straks met 5 mei. 4 mei. 4 mei, ja. Ja. Oh, oké, ja. Maar dit is het tweede kruis. Het eerste kruis stond aan die kant in het land... Ja. Dat eerste kruis, dat die boonstoppen toe laten maken. Ja. En toen doordat de koeien gingen aan dat kruis knoeien en dat ging scheef hangen. En, ja, uiteindelijk raakte het stuk, was het verrot. En toen heb Van der Meer, was een timmerman hier in Van Overleek. Ja. Daardoor, en die heb dit kruis weer met een beetje sier. Ja. Die hebben er echt mooi kruis aan gemaakt. Ja, en een mooie steen. En hebben toen een paal in het water geduwd en een betonnen koker eromheen. Ja. En toen, nou, dan staat hij hier al midden in de sloot. Hoe lang staat hij nou al zo dan? Ja, nou... misschien ook al 20 jaar. Nee, ik denk, ja, wel langer. Ja. Nou, maar hier in de sloot. Oh, hier in de sloot, ja. 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 Hier in de sloot staat hij weer 20 jaar. Ah, maar okay, hij is, ik denk een jaar of 6 na de oorlog is hij gezet. Ja.
niet meteen. Wie houdt hem eigenlijk zo netjes rond? Ja, wij, overleg 12. Ja, precies. Dat is dus allemaal onderdakkers. En als er als mijn vader werd gewaarschuwd, dan zijn we Duitsers in Monnikendam terechtgekomen. Dan moest je onderdakker, wel leuk verhaal, die moest dan met de jol hier in de riethalingen slapen s'nachts. Oh. Dekens mee, koedekken, dekens, en waren koedekken. En dan ging mijn vader kan weer terug met zijn jol. Nou, Henk, kom maar mee, want er is niks los. Ja. En toen kwamen ze, was weer gebeurd, had er weer in de riethaling geslapen. Toen kwamen ze aan en ze komen met z'n tweeën, ieder een jol. Mijn vader had gemolk en haas had geslapen. Komen de sloot in en dan komt er een Duitse auto langs. Oh jeetje. Nou, gebeurde niks, ze rijden gewoon door. Oh, zo dachten we, er zijn twee boeren die komen terug van het melken af. Ja, maar de ene was een onderduiker. Oh, toen hebben ze zijn rok geschrokken. Ja, ik kan me voorstellen, ja. God, maar dat zijn verhalen van mijn vader hoor, Dat was ik niet bij. Nee, okay. Ja, dat allemaal herinneringen. Ja. En die zoeklichten, de Schellingwouwe lag daar al. Ja. En die zoeklichten stonden hier precies boven de boerderij. Ja. Ze waren aan het zoeken. Ja, precies. Ja. 4 mei was mijn vader jarig, was er altijd. Groot feest met al die onderduikers, 4 mei. En vooral toen de datum natuurlijk in 45. Ja. Toen waren ze net de oorlog verloren, de Duitsers. En toen was het helemaal feest. Ja. We kwamen al die onderduikers, we kwamen overal vandaan. Allemaal hier in de boerderij. Ja, maar mijn moeder kon ook alles. Ja, want er waren veel mensen in deze omgeving die dus onderduikers hebben. Hè, dus, en die in het verzet hebben gezeten. Zelfs toen ik gehoord een boomstoppel. Ja, de enige Jood die overgebleven is in Monnikendam, Manu de Leeuw. Ja. En Manu is ook begraven natuurlijk, ook in het Joodse kerkhof in Monnikendam. Ja, precies. Inderdaad. Dus u bent hier ook weer bij op 4 mei? Ja, als het goed is wel, ja. Ik ben een beetje kramenakker geworden, maar als het goed is wel. Gaat al jaren goed. Gaat al jaren goed, ja. Ja, en dat sta je toch even bij stil natuurlijk, hè? Ja. Jongen, twee keer stil. Ja. En dat is natuurlijk ook achterhaald wanneer hij was geboren, wie het was. Ja. 29 december 1913. Dus hij is ook niet erg oud geworden, hè? 27, zoiets, hè? Ja.